Welkom bij Studio Kuren. Onze gast van vandaag die zingt de pannen van de kakelaar. Op 10-jarige leeftijd zette zij haar eerste stappen in de muziekwereld met de rol van Gretel in The Sound of Music. Hierna volgen nog rollen in producties als Pinocchio en Kuifje in de Zonnetempel. Als 14-jarige begint ze met zanglessen aan de Academie van Schoten, waar ze onder begeleiding van Hilde Korthout het klassieke repertoire voor de eerste keer ontdekt. In 2013 studeert ze af als master in de muziek aan het Conservatorium van Antwerpen. En ze combineert die studies met, u kan het al raden, zingen. Meer bepaald bij de koren Octopus en later Panterij. Vandaag geeft onze gast les aan de Academie van Schoten als docent klassieke zang en musical. Als soliste richt ze zich vooral op de barokmuziek, muziektheater en hedendaagse klassieke muziek. Haar stem brengt haar op de meest diverse plaatsen. Van Vlaamse huiskamers, over een film met in de hoofdrollen kleppers als Marion Cotillard en Adam Driver, tot in landen als Frankrijk, Duitsland en zelfs Wit-Rusland. In april 2020 zou ze meespelen in de bijzondere productie Zeemeermeisje, die helaas door de gekende reden is afgelast. Gelukkig heeft zij vandaag haar kat niet gestuurd. Al miauwend draaien we aan ons muzikale rad. Welkom Astrid de Kat. Hallo. Dag Astrid. Ja. Hoe gaat het met u? Goed, ja. Goed. Ondanks de bijzondere omstandigheden waarin we momenteel moeten leven. Ja, ja, het is vreemd. Hè? Absoluut. Het is een heel divers palet waar je mee bezig bent, dus we gaan wel wat hebben om over te praten, denk ik. Okay. Misschien moeten we starten bij het prille begin. Waar is het voor u begonnen, zo die muzikale microbe? Ik wou oorspronkelijk eigenlijk ballerina worden. En ik ben ook auditie gaan doen in de balletschool toen nog in Antwerpen. Maar ik had problemen met mijn rug en zo. Dus dat was heel duidelijk dat die carrière er niet in zat. Mm-hmm. En mijn grootmoeder had op een gegeven moment een artikel gelezen over dat Ballet van Vlaanderen een musical stage ging organiseren voor kinderen vanaf 8 jaar. En ik heb meegedaan met die stage. En enkele maanden later kreeg ik plotseling een brief in de bus om te vragen of ik auditie wou komen doen voor The Sound of Music. En ja, dat sprak mij meteen aan. Mijn mama heeft ook altijd in een koor gezongen. Oh ja. Die speelde thuis ook veel muziek af en zo. Dus muziek was ook wel altijd bij ons thuis aanwezig. En zo ben ik er eigenlijk ingerold. De ene productie leidde eigenlijk tot de andere. Eens als kind dat je daarin terechtkomt, ja, word je heel vaak ook terug opnieuw gevraagd van zeg, we zoeken nog iemand voor dit. Of, allee. Dus dat gebeurde eigenlijk, ja, heel toevallig. Ja, dat is ook wel fijn. En dan meteen ook al een iconische rol als Gretel in The Sound of Music. Toch wel een bekend personage ook. Ja, en dat was ook heel fijn, omdat in The Sound of Music de kinderen zijn ook doorheen heel de show eigenlijk aanwezig. Mm-hmm. Dus in andere musicals is dat vaak zo in het begin van de show dat je eventjes zit en dan op het einde mag je wel eens gaan buigen of zo. Ja. Maar bij The Sound of Music, ik was bijna constant op het podium aanwezig. En ja, dat is gewoon als eerste productie voor zoveel mensen mogen zingen. We hebben heel België en Nederland afgereisd daarmee. Als 11-jarige is dat allemaal heel spannend. En, absoluut, ja. Ja. En ook wel een indrukwekkende ervaring om dat als kind al te mogen meemaken. Hè? Ja, ja, en allee, je leert er wel heel veel uit, omdat ik heb geleerd hoe dat je discipline moet hebben en dat je echt ergens voor moet werken en dat het leuk moet zijn, maar dat het ook werken is. Mm-hmm. En ja, die repetities die waren vaak ook wel heel intens. Dat was iedere vakantie van 10 uur 's ochtends tot 5-6 uur 's avonds. In de weekends, dus mijn ouders hebben heel wat mogen afrijden daarvoor. Maar ja, dat was als kind was dat fantastisch om dat te kunnen doen eigenlijk. Absoluut, ik denk dat het een geweldige ervaring moet geweest zijn. Inderdaad ook wel die werkethiek die je meteen meekrijgt. Dat je niet zomaar iets kan bereiken, maar dat je ook effectief over moet werken. Ja. En was het toen ook al snel duidelijk nadien om ook verder te gaan in de muziek, om ook muziek te gaan studeren? Ja, ja, dat was zo meteen toen dat ik dat gedaan had, had ik zoiets van, oké, ik wil zingen.
In welke capaciteit of zo dat was, daar was ik nog niet uit. Maar ik wist wel meteen van, oké, dit is iets wat ik wil blijven doen. Mm-hmm. Vanaf mijn 14 ben ik er echt mee bezig geweest. Want ik ben dan ook naar het Heilig Graf gegaan in Turnhout. En ik heb daar zang gestudeerd in de muziekrichting. Ja. Dus... ja, dan was het voor mij wel duidelijk van, oké, dit is iets wat ik wil. Daar wil ik niet verder gaan. Ja. Ja, maar dat is ook naast je studies of tijdens je studies ook, was je ook altijd wel actief in koren, hè? Was je daar ook wel mee bezig? Ja. Was ook altijd een bewuste keuze om daar ook wel actief in te blijven en meer die kanten op te zoeken dan? Ja, omdat, zoals ik er net zei, mijn mama heeft altijd in een koor gezongen. Mijn zus en ik, we hebben ook een tijdje in het kinderkoor van dat koor gezeten. Ja. En toen dat ik net verder ging gaan studeren in het Lemmens, was daar wel een heel grote... ze waren daar veel met koorwerken bezig en zo. Dus je werd daar wel mee geconfronteerd en aangemoedigd om daar je in te verdiepen en zo. En eens dat ik in Antwerpen dan ben gaan studeren... dan begon ik dat zo wel te missen, om die koormuziek terug te... dat kribbelde om terug daarmee te beginnen. Ja. En dan ben ik via een vriendin van het conservatorium dan in Octopus eerst terechtgekomen. En daar heb ik 2-3 jaar bij gezongen. En dat was heel fijn. Ook met goede orkesten en dirigenten kunnen samenwerken. En er heel veel bij... uitgeleerd eigenlijk ook, ja. Ja, maar dat zag ik ook bij die orkesten en die dirigenten. Onder andere Brussels Philharmonic zag je erbij staan. Dirk Bilsé ook, als heel bekende dirigent. Ja. Ook wel fijne samenwerking, denk ik dan, zeker op die jeugdige leeftijd. Om ook al met die personen of instanties in contact te komen. Ja, toen was ik iets ouder al. Dan zat ik al op het conservatorium. Mm-hmm. Maar met Dirk Bilsé had ik als kind samengewerkt, omdat hij Kuifje heeft gecomponeerd ook. En hij dirigeerde ook... de shows toen. Maar de repetities werden eigenlijk bijna altijd geleid door Bart van Rijn. En dan had je wel enkele repetities met orkest en dan de persoon die dat uiteindelijk het concert ging dirigeren. Maar heel veel contact was er eigenlijk niet zo bij. Maar ja, wel leuk dat je op... bepaalde muziek kunt brengen en dat je verschillende mensen voor je ziet staan en heel mooie, op heel mooie plekken ook kunnen zingen daarmee. Dus als student aan het conservatorium, dan wil je zoveel mogelijk gewoon zingen daarbuiten ook. Ja, en proeven van zoveel mogelijk dingen. Ja, het is dat. En, het is ook wel fijn, ik ben nu ook leerkracht aan de Academie van Schoten hier. Ja. Ook in een redelijk nieuwe richting, de richting musical. Mm-hmm. Waarom hebben ze daar u voor gevraagd? Wellicht omwille van uw musical verleden. Maar was het lang geleden dat je nog met musical was bezig geweest, voordat je vroeg om ook effectief daar les in te gaan geven? Ja, ik heb enkele jaren geleden in de muziekacademie muzische vorming gegeven. En ik heb ook als kind in de muziekschool les gevolgd. En dan heeft Lisbeth Wolfs heeft dan gevraagd van... we zijn geïnteresseerd om een musical richting op te starten. Zie jij dat zitten om daar ook aan mee te werken? Ja. En op dat moment, ik was wel terug begonnen met musical terug. Na mijn studies van klassiek had ik zo, dat begon zo terug te kriebelen. En dan ben ik naar Duitsland gegaan om daar bij iemand zang te gaan volgen. Omdat er zijn niet superveel verschillen technisch gezien tussen klassiek en musical, maar er zijn er wel. En ik wou dat wel op een gezonde manier leren. Maar ik was op dat moment zelf iets minder daarmee bezig. Maar dat was wel altijd iets zo... Dat bleef spoken wel in het achterhoofd van... Ja. Ja. Ja, en ook in musicals, daar bestaan ook heel veel vooroordelen, denk ik, over dat specifieke genre. Is dat ook iets waar je wel van zegt, van dat is ook wel een taboe dat ik wil doorbreken, of ik wil ook aan die leerlingen wel meegeven wat musical allemaal inhoudt en dat het wel veel verder gaat dan die clichés
waarbij we gewoon over dagdagelijkse dingen beginnen te zingen, zonder aanleiding, hè, wat een van de vooroordelen zou kunnen zijn. Dat is misschien ook wel uw missie dan. Ja, ja, het ding is van... het musical wordt vaak onderschat en zo bijna als het stiefzusje wat bekeken of zo. Maar uiteindelijk, dat zijn wel drie verschillende disciplines die dat je onder de knie moet hebben. Je moet en zingen en dansen en acteren. Dus ik zie er eigenlijk totaal geen reden in waarom dat daar soms zo wat smalend naar wordt gekeken. Ik heb de indruk dat dat ook steeds meer en meer aan het verdwijnen is. Als je ziet in San Francisco, in een opera, daar worden er musicals ieder seizoen opgevoerd. Ze hebben een paar jaar geleden Sweeney Todd gedaan, ze hebben Jekyll and Hyde daar al gezongen. Dus soms wel nog de iets klassiekere werken. Ja. En er zijn musicals inderdaad waar dat ze ineens zo te pas en te onpas beginnen te zingen uit het niets. Maar dat is ook wel zo in de nieuwere stukken aan het... Allee, is het iets organischer dat het gebeurt? En uiteindelijk, ja, opera is heel de tijd gezongen. Dus ja. Waar is het onderscheid? Wat is het onderscheid dan? Klopt. Zeker. Dus. Het is dat opvallend dat er vaak totaal anders naar wordt gekeken. Hoewel het twee genres zijn die meer met elkaar vervlochten zijn dan de meeste mensen denken, denk ik. Ja, ja. En ik vind ook, waarom zou dat niet gewoon naast elkaar kunnen bestaan? Zonder dat er naar het klassieke wordt gezien van, oh, dat is veel te elitair, wat dat ook totaal niet is. Nee. Of musical van, oh, daar, dat is eigenlijk... Ja. Absoluut. Vooral in de hoofden van veel mensen, denk ik. En minder op het effectieve vlak, hè, als we kijken. Ja. Ik zou zeggen, ga gewoon eens gaan kijken naar musical, naar opera, naar... Ja. Allee. Ja, hoe diverser je palet en hoe meer ervaring je zelf opdoet, hoe meer die vooroordelen voor een stuk ook gaan verdwijnen, denk ik. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. En voor corona, toen alles nog mocht, of we nog samen mochten komen, heeft u ook een aantal salonconcerten georganiseerd. En bent u echt in de Vlaamse huiskamers ook wel gaan spelen? Ja, we hadden gehoopt dat we daar een soort van kleine tournee langs de huiskamers van de regio Antwerpen konden doen. Maar dat is helaas wel niet zo gebleken. Dus we hadden een concept met enkel 20e-eeuwse Amerikaanse muziek. Mm-hmm. Waar dat zowel klassieke muziek als het musical repertoire aan bod kwam. Dus stukken van Aaron Copland, Charles Ives, maar evengoed Stephen Sondheim. Dus ja, het was heel gevarieerd. Ja. Maar ik wil het wel graag, eens het terug mag, dat terug oppikken. Al dan niet met nieuwe stukken of zo, maar... Mm-hmm. Dat geeft zo een iets intiemere setting en je merkt meteen welke stukken dat aanslaan en welke niet. Dat is wel heel intiem, hè? Dat is bijna op de schoot gaan zitten van je publiek ook. Ja. Hè? Ja. Dat is wel fijn en hopelijk kan dat zo snel mogelijk terug op die manier, hè? Die intiemere concertjes bij de mensen thuis. Bij de mensen thuis denk ik dat nog iets langer gaat duren. Het is een fijn idee, maar ja. Ja. We hadden dat ook niet kunnen denken dat niet meer zou kunnen. Nee. Een ander heel indrukwekkend project vond ik ook dat erbij stond, was dat je ook voor een film muziek hebt ingezongen. En die film Annette die erbij stond, met Adam Driver en Marion Cotillard onder andere in de hoofdrol. Hoe bent u daar ingerold? Gewoon iemand via die dat zei van, we hebben iemand nodig... voor een klein koortje. Ze gaan een scène filmen in de Bozar waar met groot symfonisch orkest en ze hebben een zevental zangers daarvoor nodig. Dat was één draaidag. De dag zelf de muziek gekregen, maar het is typische filmmuziek met veel oes en a's. Maar dat was wel eens
leuk om zo op een heel andere manier daarmee bezig te zijn. Ja, fantastisch. Ja. Ik zei ook, de film zou nu verschijnen in de zomer van dit jaar, heb ik gelezen, ja. 2021. Gaan we dan ook u zien staan bij de aftiteling op de credits? Het zou mij verbazen, als ik eerlijk ben. Ja, daar zit zo'n grote productie achter. En ik heb gehoord dat er echt heel veel mensen aan hebben meegewerkt. Er zijn stukken blijkbaar met hele grote massa's mensen die dat dan ook liederen samen zingen. Maar er was heel weinig over geweten toen, toen dat wij gingen opnemen. Dat was ook zo wat zoveel mogelijk stil proberen te houden. Dus het enige dat wij wisten was dat het de film ging over een operazangeres die een bijzonder kind heeft. Maar in welk opzicht dat bijzonder is, zelf dat wisten we niet. Dus ik ben even benieuwd. Naar Daarvoor moeten we gaan kijken. Ik ben even benieuwd als eender wie. Ja. Om te zien waar dat het over gaat. Maar het was wel heel fijn om te doen. En, ja, ook wel een fijn project, denk ik. Dat is zoiets waar je volgens mij wordt ingesmeten. Inderdaad, zoals u zei, de dag zelf pas de informatie krijgt. Mm-hmm. Maar waar u wel deel bent van een enorm groot geheel. Ja. En als je dan naar de film gaat kijken deze zomer, dat het ook wel fijn zijn om zitten van dat momentje, daar was ik toch wel bij betrokken. Ja. Ja, en het leuke was dat de muziek ook die dag zelf live werd ingezongen en gespeeld. Dus ze hebben via op verschillende plekken dat ze de camera zetten en dan dat je dezelfde scène 15, 20 keer opnieuw moet doen. En dan achteraf hebben we echt gewoon puur de muziek daar live gebracht. En fantastisch. Dus dat was ook zo mijn kliksysteem, omdat iedereen perfect samen moet zitten. Ja. Dus je hoort zo de hele tijd zo. En dan moet jij zien dat je juist zit. Ja. Uitdagend, maar wel fijn. Omdat de persoon die dat dirigeert, dat is een acteur, die heeft wel een cursus gevolgd. Ja. Maar dat is geen dirigent. Dus ja, je moet wel zien dat je samen blijft met de rest van, niet evident, van het orkest. Dus, nee. Het is ook wel fijn eigenlijk om te merken dat je stem je eigenlijk ook in binnen- en buitenlandse projecten ook, brengt. Onder andere op het lijstje zou ik wel staan Frankrijk, Duitsland, Nederland, ook Wit-Rusland. Ja. Dat is natuurlijk de vraag stellen van hoe bent u in Wit-Rusland terechtgekomen of voor welk project was dat? Dat was eigenlijk gewoon met mijn school. Dat was een uitwisselingsproject. Op een gegeven moment was er een jongenskoor uit Belarus, uit Minsk, dat ging komen naar België. En om een of andere reden hadden die geen verblijfplaats meer. Dus dan hebben ze gevraagd aan leerlingen van de muziekrichting van zeg, hebben jullie niet nog plek voor één of twee jongens om die onder te brengen? En dan hebben die hun concerten hier in België gedaan. Die zijn enkele nachten bij verschillende gastgezinnen mogen blijven slapen. En zij hadden gezegd van oké, dat is goed, dan mogen jullie volgend jaar naar ons komen. Dus dan zijn wij op de bus met heel de muziekrichting, 36 uur op een kleine bus, naar Minsk gereden. 5 dagen ter plaats gebleven en dan terug 36 uur op de bus terug naar België. Ja. En we hebben daar toen ook enkele concerten gebracht. Heel unieke ervaring. Ja, absoluut. Dat kan ik me voorstellen, ja. Dan weet ook ineens hoe je in Wit-Rusland bent terechtgekomen. Dat was toch een opvallend land in het lijstje. Ja, ik had ook niet. Dat is ook niet zo'n land waarvan dat ik meteen had gedacht waar dat ik naartoe zou gaan. Maar dat was wel heel fijn eigenlijk. Gewoon ook dat je met je klasgenoten in een totaal nieuwe omgeving terechtkomt. En op die school dan ook daar de les, enkele lessen kon volgen. En we kregen de kans ook om gewoon daar rond te wandelen en dingen te gaan bekijken en zo.
Niet iedereen kan dat zeggen, op schoolreis gaan naar Wit-Rusland. Nee. Het is toch mooi om op je cv te zetten. Ook een project waar je mee bezig was, eigenlijk net voor corona, was het Zeemeermeisje. Mm-hmm. Dat ik ook al even vernoemde in de intro. Dat was ook wel een heel bijzonder project, hè? Ja, dat is een project van de primeurs van het paleis. Mm-hmm. En dat is de afstudeervoorstelling van Sarah. En het gaat eigenlijk, het is het verhaal van de kleine zeemermin. In deze versie heet ze Eline. Heeft ze verschillende zussen en wordt ze dus ook verliefd op de prins. En er komt inderdaad ook een zeeheks aan te pas. Maar wat heel leuk was en mooi was aan dit project, was dat het een samenwerking was met mensen met en zonder beperking. En ja, we waren een maand voor de première, wanneer dat alles sloot. Ja. Dus we waren er al enkele maanden mee bezig. En ja, dan is het helaas... Alles stilgevallen. Ja, stilgevallen, ja. En is er nog perspectief voor het project om het toch ooit uit te voeren op een podium? Voorlopig niet. Als ik eerlijk ben, denk ik eigenlijk... Dat het niet mogelijk is om dat toch te kunnen uitvoeren. Het was eerst naar dit jaar verplaatst. Mm-hmm. Maar ook dat is weer uitgesteld. Dus ja. Het zou mij verbazen als het toch mocht nog uitgevoerd worden. Maar als het zou zijn, ja, dan zou ik daar met heel veel plezier terug aan meewerken. Want het was echt een heel leuk project om te doen. Ja. En ik denk ook wel leerrijk omwille van de diverse samenstelling ook van die groep, hè? Ja, je leert er enorm veel van. En ook gewoon zien de manier waarop dat je kijkt naar een beperking. Wat is dat juist? En mensen die daar worden gezien als beperkt, waarom is dat zo? En zij zien zich vaak helemaal niet zo. Mm-hmm. Dus ja, ik heb er echt enorm veel uit bijgeleerd. Ook gewoon de heel open manier waarop dat die in het leven staan. Heel eerlijk. Die oprechtheid en puurheid typeert hen wel en is ook wel fijn, denk ik, voor u dat die ervaring er dan toch is geweest. Hè? Stel dat het project toch niet zou doorgaan finaal. Heeft je toch wel die ervaring weer kunnen meemaken? Ja, hè? Ja. En we hebben ook nog contact met iedereen. Ja, dat is fijn. Dat is plezant om toch nog die positieve herinneringen op zijn minst mee te nemen. Ja. Hè? Ja. En buiten dat zijn er nog andere grote projecten die voorlopig op de planning staan? Of is dat ook nog koffiedik kijken op dit moment? Ja, voorlopig niet. Gewoon omdat er weinig perspectief is. Ik ben wel bezig zelf met nieuw materiaal in te studeren en te zien van eventueel nieuwe projecten. Mm. Maar ik probeer niet te ver vooruit te kijken. Gewoon omdat dat kan enkel leiden tot frustraties en teleurstellingen. Ja. Maar eens dat er terug meer perspectief is, dan zijn er wel dingen waar dat ik verder mee wil gaan. Mm-hmm. Ja. En zo dadelijk kan je dan toch nog eens optreden, hè? Op een podium. Ja. Misschien kun je nog even toelichten wie je als muzikale gast heeft meegenomen en welke liederen dat jullie gaan brengen. Ja, ik heb Maureen Wong meegenomen. We hebben elkaar leren kennen tijdens mijn afstudeerproject aan het conservatorium. Zij heeft toen Apparition van George Crumb voor mij begeleid. En daar gaan we nu ook één stuk uit brengen, The Night in Silence. Mm-hmm. Verder zingen we ook Still Hurting uit de musical The Last Five Years. En tenslotte brengen we Animal Passion van Jake Heggie. Een gevarieerd. Gevarieerd programma. Ja. Heel fijn, we kijken er naar uit en hartelijk dank alvast dat je vandaag wou bij zijn, Astrid. En voor u thuis zou ik zeggen, geniet van de muziek en die prachtige stem van Astrid. Bedankt voor het duren en tot een volgende Studiokuren.
Thank you.
Shame is over, and where can I turn? Covered with scars, I did nothing to earn. Maybe there's somewhere a lesson to learn, but that wouldn't change the fact. Great.